Ik zie dat u een kopje koffie voor u hebt staan en het boek, hopelijk. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom bij de eerste digitale lezing voor de leeskringen. Ik zie dat we inmiddels 40 deelnemers hebben. Een speciaal, dus heel hartelijk welkom allemaal. En ook een bijzonder welkom voor Klaas van der Schaaf, die voor ons het boek De Kaalvreten van Macht tot Siegman gaat bespreken. Mijn naam is Tineke Datema. Ik werk bij Rijnbrink. Wij zijn een serviceorganisatie voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel. En we vinden het heel belangrijk om juist in coronatijd wel te blijven werken aan het leesplezier, het contact wat je kan hebben met via boeken, via gesprekken. Dus we hopen er met z'n allen een mooie ochtend van te maken. U hebt het programma gekregen. Dat is verdeeld in twee stukken. En na elke. En u hebt de. Nee, laat ik het zo zeggen. U hebt de gelegenheid om. Elk deel vragen te. Nee, u hebt. Tijdens de lezing hebt u gelegenheid om vragen te stellen via de chat. En u hebt een handleiding gekregen hoe u dat doet. Maar u klikt gewoon op het wolkje rechtsboven met het vraagtekentje. En dan kunt u gewoon zelf uw vraag typen. Wij gaan die vragen bundelen. En na elk deel dan gaat Klaas proberen om de vragen te beantwoorden. Ik wens u heel veel plezier met de lezing. En ik geef graag het woord aan Klaas. Goedemiddag allemaal. Fijn dat u naar mijn verhaal wilt luisteren. Maar voordat ik daaraan begin, heb ik een opmerking vooraf. Vorig jaar besprak ik het boek van Michael Ondaatje, Blindganger. Dat boek gaat over twee jongeren, Rachel en Nathaniel. Hun ouders vertrekken voor onbepaalde tijd en de kinderen worden opgevangen door vrienden van vader en moeder, opgevangen door de armen van vreemden. De vader komt niet meer terug, de moeder wel, maar de dochter wil niets meer van de moeder weten. In het boek van Machteld Siegman wordt Leie gedropt bij en opgevoed door vreemden. De ouders verdwijnen uit beeld, de vader komt niet terug en Leie wil van de teruggekeerde moeder niets weten. Een uiterst opvallende parallel van gebeurtenissen. Maar dit terzijde. Mijn bespreking van Machteld Siegmans De Kaalvreter bevat een kleine verzameling van onderwerpen die ik al lezend ben tegengekomen en waarvan ik het de moeite waard vind om die met u te delen. Springhanen, de locatie, de commissie, zwijgen, dankbaarheid, Leijers taal, de taal van de verteller, de tijdbalk, wat Machteld voor ogen stond, motto 2 en tot slot, hij is gekomen. Op de omslag van het boek kijkt een gifgroene springhaan. Zeer waarschijnlijk de grote groene sabelspringhaan, dus niet de kaalvreter, de lezer indringend aan. De felrode achtergrond suggereert, behoorlijk versterkt door de titel De Kaalvreter, voor mij onheil en verwoesting. Jammer is wel dat op de omslag een gevaarloze springhaan staat afgebeeld en niet een die lijkt op een kaalvreter. Zoals deze. Dit is er wel een. In zijn eentje is die ongevaarlijk, maar met miljoenen tegelijk
wordt je kaal goed leeggevreten. Al zo'n 2500 jaar geleden gold die dreiging ook voor een farao in Egypte, die het slavenvolk van de Israëlieten niet wilde laten gaan. Toen de farao halstarrig bleef weigeren, zorgde Mozes, de leider van de Israëlieten, dat de wind enorme zwermen sprinkhanen aanvoerde die de opbrengst van het land opvraten. Vermoedelijk zo'n 2000 jaar later spreekt Joël, een Bijbelse profeet, in een klein boekje van zijn hand, ook over een sprinkhanenplaag. Deze keer wordt het volk van Israël zelf getroffen. Wat er gebeurde staat als eerste motto van de kaalvreter op pagina 5. En dan kun je lezen: wat de knager overliet, dat vrat de sprinkhaan. Wat de sprinkhaan overliet, dat vrat de verslinder. Wat de verslinder overliet, dat vrat de kaalvreter. Tot zover. Een profeet is trouwens iemand die niet voor zichzelf spreekt, maar namens iemand anders het woord voert. In dit geval spreekt Joël namens Jahwe, de God der Israëlieten. Ook heden ten dagen, aan het begin van dit jaar 2020, teisterden enorme wolken sprinkhanen Oost-Afrika, Somalië, Ethiopië, Kenia. Stukken land ter grootte van de Flevopolder werd kaalgevreten. Onheil, altijd en alom. De kaalvreter in het boek van Machteld Siekman is geen sprinkhaan, maar een ontdekking die in overdrachtelijke zin Leie wel geestelijk kaalvreet. Op haar beurt drijft Leie, door te zwijgen over wat zij weet over de dood van haar moeder, haar gezin tot wanhoop. Dat gaf ik in mijn leeswijzer reeds aan. Gelukkig gaan alle verhaalfiguren er niet definitief onderdoor. Aan het eind van het boek gloort voorzichtig een nieuw begin. De locatie, fictie en werkelijkheid. Leie vroeg aan Dirk om vanuit Texel zijn post te sturen naar haar adres Baakmeerdijk 9 in Zanengeest. Zoals ik reeds in mijn leeswijzer vermeldde, staat op dat adres op dit moment geen boerderij. Volgens de gemeente Bergen Noord-Holland is er voor dat perceel ook nooit een bouw- of sloopvergunning afgegeven. Een van de buren, die van nummer 7, vertelde dat het adres een prachtig weiland is met twee fraaie fruitbomen waar haar twee paarden het goed naar hun zin hebben. Het onderduikadres van Leie bestaat op zich dus wel, maar de boerderij is een kwestie van fictie. En toen kon Nelly, de vrouw die ze onlangs nog hartelijk welkom had geheten, niet meer verdragen. Ze gedroeg zich vreemd. Het bed op de logeerkamer dat voor haar bestemd was, bleef onbeslapen en ze zat de hele nacht op een stoel in de keuken. Ze prevelde wat, zong zacht een lied, zei weinig en deed verder niets. Leie was bovendien bang voor haar, die vrouw in de versleten oude lange bruine jas met haar holle ogen, die in een vreemde taal dingen tegen haar zei die ze niet begreep. Ze moest weg. De dominee werd van de situatie op de hoogte gesteld. Dat gebeurde wel vaker wanneer er bij leden van de kerkelijke gemeente wat aan de hand was. Nadat hij met de familie gesproken had, besloot hij iemand van de commissie bij de zaak te betrekken.
Waarschijnlijk verwijst die term naar de Rijkscommissie voor Oorlogspleegkinderen, de OPK, die ingesteld werd op 8 mei 1945 met als vestigingsplaats Amsterdam. De OPK was een van de organisaties die na de oorlog de voogdij van de ondergedoken Joodse kinderen regelde via een voorstel aan de kantonrechter. Geheel zonder strijd ging dat niet. Joodse organisaties zoals de Joodse voogdijvereniging Het Kind ter Hulpe wilden de onderduikkinderen onderbrengen bij Joodse adressen. Rooms-katholieke instanties wilden de kinderen bij hun pleegouders laten en de gereformeerde groepering wilde dat ook. Elk had zijn eigen strijdkreet. Eenmaal besneden blijft besneden, tegenover eenmaal gedoopt blijft gedoopt. Wanneer één of beide ouders de oorlog overleefd hadden, kregen ze bijna altijd hun kind terug, dus soms niet. Hereniging met de teruggekeerde ouder of ouders ging niet altijd zonder problemen. Een mevrouw vertelde dat ze na de oorlog herenigd werd met haar ouders. Op haar vraag nadat het gezin een maaltijd had genuttigd om een glas melk, zoals ze dat in het pleeggezin altijd kreeg, kreeg ze een draai om haar oren. En verder geen uitleg. Die kreeg ze wel van haar pleegouders, die ze elke week mocht bezoeken. Joodse mensen mogen pas 6 uur na het eten van vlees zuivelproducten nuttigen. Ze heeft haar biologische ouders nooit meer een vraag gesteld. Ook een jongetje had erg veel heimwee naar zijn pleegouders. Hij werd er ziek van. Toen hij regelmatig bij hun op bezoek mocht komen, ging het steeds beter met hem. Elma Verheij schreef over deze kwestie een indrukwekkend boek, Om het Joodse kind. Ook in onze tijd speelt het lot van ontheemde kinderen een rol. Ik denk hierbij aan IS-kinderen die in Syrië wonen van wie de moeder terug wil naar Nederland. Ouder en kind zullen bij aankomst op Schiphol gescheiden worden. De moeder gaat de gevangenis in en het kind gaat naar een pleeggezin. Nagegaan wordt of het getraumatiseerd en of geradicaliseerd is. Daarna volgt een intensieve begeleiding van kind en pleeggezin. Wat is daarbij wijsheid? Ik geef meteen toe dat de oorzaak van de kwestie geheel anders is. De Joodse mensen werd leed aangedaan. De Syriëgangers kozen zelf. In Nederland ligt dit ontwerp ook politiek gezien erg gevoelig. Een oplossing weet ik niet zo gauw, maar het lot van een kind trek ik me altijd wel aan. Wellicht is dit een onderwerp voor discussie in uw groep. Het overleg van de dominee met de commissie resulteerde erin dat een man in een zwart pak de vreemde mevrouw kwam halen. Maar hij moest onverrichter zaken weer naar huis. De vrouw was urenlang niet te vinden. Toen de man vertrokken was, kwam de vrouw weer tevoorschijn. Die begreep dat ze niet meer welkom was en ze trok de uiterste consequentie. 'S Avonds vonden ze haar aan de balk. Over de beslissing van de commissie vind je in het boek niets terug. Een feit is wel dat Leije bij haar pleeggezin is gebleven. Ze werd liefdevol bejegend en toch bleef Leije steeds weer op iets wachten. Eigenlijk wist ze niet waarop. Zwijgen.
Toen Leijers biologische moeder na de oorlog terugkwam en het meisje 6 jaar oud was, zweeg het gezin tegenover Leijer over de identiteit van Merel. De mem ontkende zelfs dat ze wist wie de vreemde mevrouw was en jokte dus. Naderhand vertelde Tom aan iemand anders dat ze, Leijers ouders, allebei gestorven waren in het middenlatend hoe. Nadat Mem aan de 11-jarige Leijer vertelde dat ze niet haar echte moeder was en Tom niet haar echte vader, laat de personale verteller Leijer het volgende denken. Er werd over veel gesproken in het gezin, maar over nog meer werd gezwegen en ze had gedacht die stilte te hebben leren lezen. Ze meende dat ze deel had uitgemaakt van een verhaal dat, hoewel het anders luidde dan dat van Nico en Luit, niet per se slechter. Leijer reageerde boos en verontwaardigd over de houding van het gezin, waarvan ze dacht dat ze er een volwaardig deel van uitmaakte. Zij hadden het geweten en zij niet. Ze nam wraak door op haar beurt een tijd lang niks meer te zeggen en haar eigen gang te gaan. Jaren later, toen Leijer 35 was, doet ze tijdens de begrafenis van haar pleegmoeder op het kerkhof een verschrikkelijke ontdekking. Ze ziet een grafsteen met daarop de naam van haar moeder en de datum van overlijden. Dan beseft Leijer wat ze Merel heeft aangedaan. Dat degene komt die je verwacht hebt al die tijd en dat je je dan afwendt en je oren dicht doet, gewoon omdat het niet bevalt. Omdat het heel anders is dan je had gedacht. Dat ze helemaal vergeefs voor jou stad en land heeft afgereisd met een hoofd vol littekens. Leijer schiet in een schuldgevoel en een depressie en zwijgt. Ze vertelt haar gezin niet wat haar is overkomen. Pas na enkele maanden volgt de kentering en vertelt ze haar man Dirk wat ze heeft ontdekt. Op spreken over gebeurtenissen tijdens de oorlog lijkt ook een taboe te liggen. Leijer mocht in 1945 van Mem niet meer spreken over de vrouw die nooit meer terug zou komen. Wat gebeurd was, was gebeurd. Wanneer in 1974 Meeuws aan Leijer vraagt of hij kon kijken waar opa en oma zijn doodgegaan, voegde zij hem toe dat dat ten eerste niet kon, want alles is weg. En ten tweede dat het fijn zou zijn als ik niet zoveel vragen zou stellen waar toch geen antwoorden op te geven zijn. En dat het fijn zou zijn als er niet iemand was die de hele tijd vragen stelde over dingen waar ze niet over na wilde denken. En wat voorbij is, is voorbij. Een kreet uit 1945 hoor je nog als echo in 1974. Bovendien is het tientallen jaren een algemeen thema geweest wanneer het gaat over oorlogservaringen en herinneringen. Je praat nooit over de oorlog. In de tv-serie Kinderen van de Holocaust zegt een van de overlevenden van de kampen, ze, de mensen die niet gedeporteerd waren, luisterden niet, dus wij zwegen. En ook dat ze zich bijna schuldig voelden dat ze nog in leven waren en ze schaamden dat ze niet het lot hadden gedeeld van de gestorvenen. En ook wanneer je altijd maar wordt voorgehouden dat je niks waard bent, een untermensch, is het vaak niet eenvoudig om later voor jezelf op te komen.
Wat zich afgespeeld had in de concentratiekampen, bleef lange tijd onbekend in het thuisland. Pas in het jaar 80 kwam daarin enige verandering. Boeken en documentaires over de oorlog speelden daarin een rol. Later kwam daar de verbeelding van de film bij. Denk maar aan Schindlers List. Al die zaken droegen bij tot een wat grotere openheid voor wat betreft het vertellen van oorlogservaringen. Dat je ook zonder een direct verhaal achter de gebeurtenissen kunt komen, vertelde een mevrouw. Zij reconstrueerde aan de hand van wat hij 's nachts in zijn nachtmerries vertelde, de wederwaardigheden van haar man. Het kopje dankbaarheid. Leie krijgt een telefoontje van Luit, haar stiefbroertje, dat Nelly op sterven ligt. Hij vraagt haar op een indringende wijze te komen. Op Leijers aarzeling en afwerend antwoord reageert hij vol onbegrip. Hij verwijt haar dat ze in de afgelopen jaren vrijwel niets van zich heeft laten horen. En dit is de kans om haar te bedanken voor wat ze voor jou gedaan heeft. Dat risico. We hadden allemaal wel dood kunnen zijn. Mem, vader, Nico en ik. Je kunt niet altijd kijken naar wat er niet was. Er was ook zoveel wel. Leie weet niet goed hoe ze moet reageren en gaat over tot de orde van de dag. Kaas en koekjes maken. Ze dacht wel, straks is ze er niet meer. Nelly, die mijn mem was. En ze was nog een goede mem ook. Al was dat simpelweg niet genoeg voor haar, in het geheel niet. Wanneer dat haar slaat op Leien, dan vind ik het nogal een heftig oordeel. De dankbaarheid die Leien moet tonen, kom je vaker tegen in tussen aanhalingstekens onderduikliteratuur. Ook in het boek van Hannedoes Pen bijvoorbeeld, zegt Marion, de hoofdfiguur, ik moest dankbaar zijn bij alles wat ik deed. Dat kreeg ik mijn hele leven lang naar mijn hoofd geslingerd. Want, zo zeiden mijn ouders, iemand heeft haar leven voor jou opgeofferd. Nou, dat was het eerste deel van de presentatie van Klaas. Ik zie dat er een paar vragen binnengekomen zijn via de chat. En ook een opmerking, en die gaat over de dia, of het kopje dankbaarheid. Daar stond Marion in Fent's boek. En Klaas die komt daar straks nog op terug, want dat heeft betrekking op het boek van Hannedoes Pen, maar dat volgt dus straks. Dan ga ik naar de vragen. Klaas, een van de vragen is, waar in de Bijbel vind ik de tekst die op Zerels grafsterk staat? Kun je daar iets over zeggen? Ik zal proberen daar een duidelijk antwoord op te geven. De tekst luidt, haar ziel is ingebonden in de bundel der levenden, dus bij God vult het boek aan. En die woorden zijn ontleend aan 1 Samuel 25 vers 29. Dat is het verhaal van David en Abigail. De man van Abigail staat David naar het leven en zijn vrouw komt voor hem op door David geschenken te brengen en vriendelijke woorden toe te voegen. En een van die woorden luidt de tekst die ik net heb voorgelezen. Je kunt die tekst in afgekorte vorm vaak aantreffen op grafstenen op Joodse begraafplaatsen. Dus het is geborgen zijn in God. Dat is
wat ik kan vertellen. Klaas, bedankt voor deze toelichting. Ik denk ook dat het goed is als u het boek in uw eigen leeskring gaat bespreken, om de Bijbel erbij te pakken en mogelijk deze tekst nog even met elkaar te lezen. Ja, het is een behoorlijk lang verhaal, maar dat is niet zo erg. Nee, oké. Nou, dan ga ik naar de tweede vraag. En die is, waarom gaat Leije in haar trouwjurk naar Tom? In het boek staat daar niet zo erg veel over. En dan mag je, en dan kun je je eigen fantasie wat gebruiken. Misschien wil ze een nieuwe bruid zijn. En is het het teken van de ommekeer? Ik weet het niet. Het is misschien de verhouding een nieuw leven inblazen. Ze gaat wat ooit een lege koffer was met een gevulde bruidsjurk. Nee, die is niet gevuld met de bruidsjurk. Ze gaat naar Tom om met een zegen van Tom een nieuwe bruid te zijn. Maar ik geef graag mijn opvattingen voor een betere. Ja, nou, dat zou ook een leuk punt zijn om in de leesclub met elkaar te bespreken. Van ja, wat zijn jouw gedachten daarbij? Ja. Ooit sprak iemand de woorden van, het lijkt wel een nieuwe bruid. En dan ga je in de christelijke sfeer denken, een nieuwe bruid voor Christus. Maar op dit moment gaat mij dat nog even te ver. Oké. Nou, dankjewel Klaas voor je antwoorden. Graag gedaan. Voordat we naar deel 2 gaan, hebt u nu ook vragen die u wilt stellen? Maak gebruik van de knop chat. U kunt, uw vraag blijft anoniem, dus stel uw vragen en nu we gaan kijken of we die na deel 2 kunnen beantwoorden. Goed, dan gaan we nu over naar het tweede deel van de presentatie. Beste kijkers, ik ben te snel, want we hebben nu eerst een pauze. U kunt even uw been strekken of nog een kopje koffie pakken. En dan gaan we over 10 minuten gaan we verder. Dus tot zo.
Goed, ik hoop dat u allemaal uw kopje koffie op hebt of voor u hebt staan. Dan gaan we verder met deel 2 en ik geef het woord aan Klaas. En dan ga ik verder met Leijers taal. Alle woorden die ze kende, had ze tijdens haar eerste 3 levensjaren van haar vader en moeder geleerd. En die spraken Duits. Toen Leije daarna bij de familie Hardeman kwam, is het te begrijpen dat ze geen woord begreep van wat tegen haar gezegd werd. Dat Nico vroeg of ze wel Nederlands sprak, is volkomen terecht. Ze begreep de vader ook niet, maar ze hoorde wel de warmte in zijn stem en dat gaf haar vertrouwen. Daarna oefende ze de nieuwe woorden als niemand keek of onder de dekens als ze moest gaan slapen. Gelukkig vroeg Mem haar dingen zonder antwoord te verwachten. En in het voorjaar dat kwam, zei Leije haar eerste zinnetje in het Nederlands als antwoord op de vraag van Tom hoe het nieuwe kalf moest heten. En ze zei: het heet Harrekind. Ze mocht daarna de andere dieren van de boerderij ook een naam geven. En dat deed ze. Opvallend daarbij is wel dat Leije nogal wat Duitse termen en soms een Jiddisch woord gebruikt. Kuikens heten Jude, Leise, Schlafen en Mazel Tov. Het katje noemden ze Wunder en de bijenkoningin Schnaps. Trouwens, harren in het Duits kan ongeduldig wachten betekenen. Harrekind zou dan het kind dat ongeduldig wacht kunnen voorstellen. Een zeer toepasbare naam voor Leije zelf. Tegen het eind van de oorlog kon ze met de aardige Duitse soldaat Wilhelm van gedachten wisselen. Hoe deed ze dat precies? Dat blijft gissen. En de vreemde mevrouw gebruikte woorden tijdens haar zachte zingen die Leije als de taal van Wilhelm herkende. Dat wel. Het blijft voor mij wat raadselachtig dat Mädchen, mein Mädchen, de woorden die de rare mevrouw sprak, niet door Leije begrepen werden. De taal van de verteller. De vertelinstantie schrijft het verhaal van Leije in het Nederlands. Haar gedachten en ideeën die ze in het Duits gehad moet hebben tijdens de beginperiode van haar leven, vertaalt hij en die lees je. Daarbij doet hij de werkelijkheid enig onrecht aan. En toch, als lezer heb je daar niet zoveel last van. Je volgt de gebeurtenissen zonder argwaan. Althans, zo verging het mij. Naderhand bekroop mij het gevoel, hé, opmerkelijk. Kennelijk hoeft de literaire werkelijkheid niet samen te vallen met de logische werkelijkheid, of hoe die ook mag heten. Leijers tijdbalk. De verhaallijn is een hulpmiddel om enigszins inzicht te krijgen in de opeenvolging van verhaalelementen in de tijd. In Leijers tijdbalk heb ik tevens blokken samenhangende tekst geplaatst. De Romeinse cijfers in de rode blokjes geven die weer. De getallen achter de trefwoorden verwijzen naar de desbetreffende pagina of pagina's van het boek. De bovenste tijdlijn loopt van 1939 tot 1974, van de geboorte van Leije, 1942-3, vandaar het sterretje,
tot Nellie's overlijden in april 1974. De tweede loopt van ongeveer 16 april tot en met 13 juli 1974. Van Nellie's begrafenis tot Leijers herstel. Ik loop de eerste balk met u langs en maak wat opmerkingen. In 1942 kwam Leije in het pleeggezin van de Hardemans in Sanegeest. Blok 1 vertelt daarover. Blok 3 vertelt over de periode van 1942 tot 1950. In die periode leert Leije Nederlands, wenste aan het boerenleven, beleeft het eind van de oorlog. Ze ontmoet de vreemde mevrouw, maakt haar dood mee en hoort in 1950 dat ze een pleegkind is en dat haar beide ouders gestorven zijn. Let wel, Leije weet niet dat de overleden vrouw haar moeder is. De anderen van het gezin weten dat wel. Blok 7 vertelt over de periode 1958. Leije behaalt haar middelbare schooldiploma. Dirk verschijnt in haar leven. Ze raakt zwanger van hem. Ze trouwen en vestigen zich in de Krimpe der Waard op de boerderij van Dirk. Daarna wordt Anton geboren in 1959 en Meus in 1963. Dan volgt de onderste tijdlijn. In blok 5 wordt verteld van Nellie's overlijden en begrafenis, de harmonica die Leije voor Anton koopt, de ontdekking van Merels graf en de depressie van Leije als gevolg daarvan. In mei vraagt Dirk aan Rienes om te helpen op de boerderij en vraagt Dirk aan Rienes dochter Toni om behulpzaam te zijn in zijn huishouden. In blok 2, 8, 9 juni, val je meteen binnen in het verleden van Leije. Daarin wil ze haar verhaal herschrijven en ze zegt, en het hunne erbij, met de broze pen van mijn verbeelding, zodat ik vrede vind en niet meer hoef te wachten. Nergens op, nooit meer. Om Leije afleiding te bezorgen, gaat Dirk met haar een tochtje maken naar zee. Nathalie doet haar entree. Anton koopt voor zijn moeder een puzzel, zodat ze bij het maken ervan zich enigszins kan ontspannen. De weg die op de afbeelding staat, ervaart Leije als de weg die zij mogelijk moet gaan. In blok 4, 29 juni tot 1 juli, lees je de grondhouding van Leije ten opzichte van de oorlog. Ik noemde die reeds onder het kopje zwijgen. En dat is, de tastbare zaken zijn weg. Stel geen vragen waarvan je weet dat er geen antwoord op te geven is. En ten derde, en stel geen vragen die waaraan je, pak geen onderwerpen waaraan je niet wil denken. Want wat voorbij is, is voorbij. Vervolgens lees je het kernprobleem van Leije. Verwacht, gekomen en niet herkend. Een vergeefse reis. Anton loopt weg en wordt gezocht. Nathalie voorkomt dat Leije de hand aan zichzelf slaat. Leije krijgt medicijn en noemt tijdens het bezoek aan de dokter de naam van haar moeder Zerel en dat ze ziek is sinds de begrafenis van haar moeder, die niet omgekomen is in de oorlog en die me is komen halen, zegt ze. Dirk snapt er niets van. Blok 6, 12, 13 juni, vertelt van het kleine verlangen dat Leije voor Dirk voelt wanneer hij haar in bad wast. Op school vertelt Meus een leugen over de ziekte van zijn moeder. Ze heeft kanker. Leije komt weer bij de leden van het gezin zitten en doet weer dingen.
en dan de kentering in 288. Hij is gekomen. Leie vertelt daarna aan Dirk het verhaal van haar ontdekking. En Dirk op zijn beurt begrijpt nu het verdriet van Leie en de ingestorte wereld van haar. Leie pakt haar koffer, maakt de puzzel af en reist naar Zanegeest naar Tom. In blok 8, 13 juli, spreekt Leie haar slotwoorden. De zon weet haar steeds te vinden en ze verwoordt haar verwachting en ik citeer. En op een zeker moment doe je de deur op een kier en ontdek je dat er in de nacht iets voor je is weggelegd. Iets neergelegd, een bundeltje verwachting. Het kleine begin van hoop. De ongehoorde gedachte dat het leven daar is waar je het laatste verwachtte. Ga door. Wat Machteld voor ogen stond. In een van haar interviews zegt Machteld dat ze iets wilde schrijven over een gezin op het platteland, waarbij een gebeurtenis uit het verleden een gezin en het heden dadig zou ontwrichten. Ze heeft een fascinatie voor zware levens. Haar debuut is niet autobiografisch. Toen ze het boek van Hannelou Spen Een gegeven leven had gelezen, waarin een Joods meisje bij een Saanse familie onderduikt en na de oorlog haar ouders niet meer herkent, was voor Machteld de bron van inspiratie gevonden. Het verhaal van Hannelou's vormt een verslag van een werkelijk gebeurde geschiedenis en is derhalve geen fictie. Je kunt rustig stellen dat het fictieve verhaal van de kaalvreter ruimschoots aan de door Machteld gestelde criteria voldoet. Gezin, platteland, gebeurtenis, verleden, heden wordt ontwricht. Het heden wordt ontwricht. Motto 2. Tot nu toe heb ik bij alles wat ik heb verteld geen aandacht besteed aan het tweede motto van de kaalvreter, een deel van een gedicht van Christian Wieman. Daarin stelt hij, en ik citeer mijn zeer vrije vertaling uit de leeswijzer, als de storm is gaan liggen en al het opgewaaide stof tot rust komt, daalt er hoe dan ook vrede in onze geest. Als je uitgaat van beide motto's, dan had je met één al kunnen bevroeden dat zelfs voor de kaalgevreten mens naderhand ook de vrede in zijn geest komt. Voor Leie mondt die uit in haar ervaring. Hij is gekomen. En daarover gaat de volgende tekst. Wie is de hij op pagina 289, vroeg ik in een e-mail aan Machteld. Is het de hoop van pagina 370? Iets dat in de nacht is neergelegd, een bundeltje verwachting, het kleine begin van hoop? Is het God met een hoofdletter? En waarom schrijf je die dan met een kleine letter? Dat deed je niet toen je schreef over het kleine meisje Nathalie, over wie Leie zegt, bent u dan toch gekomen, God, en geschreven met een hoofdletter. Toen kreeg ik het volgende antwoord. Wie die hij is, is meervoudig te beantwoorden. Ik laat dat graag ook een beetje aan de lezer over. Wat ik beschrijf is een spirituele ervaring. Leie heeft altijd gewacht, eerst op concrete mensen, namelijk haar echte ouders, later op iets wat ze niet kon benoemen. Dat iets is de hij. Zelf dacht ik
bij het schrijven aan God. Maar je zou er ook de dag in kunnen lezen, die gekomen is na de nacht. Tot zover haar e-mail. De laatste zin frappeerde mij. Het lijkt wel of opgesloten in de natuur met haar wetmatigheid en wijsheid er altijd een evenwicht is. Zoiets als na regen komt zonneschijn, maar dan dieper en veelzeggender. Alsof het goede en het kwade er mogen zijn. Beide en in evenredigheid belicht. Het een bestaat bij de gratie van de ander, lijkt het wel. Die tweepoligheid spreekt mij aan. Het zijn twee polen van een magneet, waartussen een prachtig patroon van ijzerdeeltjes zichtbaar kan worden. Ik houd ook van een ellips, een soort cirkel met twee brandpunten, van yin en yang, van verstand en gevoel. Meestal sluit ik mijn verhaal af met een gedicht. Dit keer lees ik u als eerbetoon aan Machteld Siegmans schrijftalent het stuk voor waarin Leijes ommekeer wordt verwoord. Twee pagina's poëtisch proza, 288, 289. Boven het stukje staat Leijen. De gordijnen heb ik helemaal open gedaan om de nieuwe dag te kunnen zien. De nieuwe dag is een dode vlieg die met de pootjes omhoog op de vensterbank ligt. Vogelpoep op het raam. Onkruid dat zich buiten verdringt tussen het grind. Een touw dat stil afhangt aan de vlaggenmast. En een haag die deint van de mussen. Goed, zeg ik, en ik ga op het bed zitten. Ergens in het huis klinkt het geluid van een harmonica. De klanken zwellen aan en sterven weg, als de golven van de zee die me zoekt en wenkt, en als het lied klaar is, begint het weer opnieuw. Alles is verder gegaan terwijl ik ben gestopt. Ik ben gestopt en uitgestapt omdat ik ontdekte dat ik iets vergeten was. Iets wat bij mij hoorde. En het was onmogelijk om nog verder te gaan. Ik ben gaan wachten tot de tijd mij inhaalde en de herinnering wiste. En toen dat niet lukte, heb ik geprobeerd de herinnering om te buigen, maar ze stond het niet toe. Vannacht dacht ik na over deze dingen. Een zachte bries streelde mijn gezicht en de nacht had de geur van gras. Vertel me hoe ik verder moet, vroeg ik aan de nacht met de geur van de gras. Ik deed mijn handen voor mijn gezicht en van binnen schoof een gordijn opzij. Er schoof een gordijn opzij en alles in mij begon te branden. Toorsen van vlammen schoten heen en weer en zetten de hele boel in een helder licht en er was niets wat verborgen bleef. En ik keek en dacht, hoe kan dit bestaan? Want alles werd verlicht in gelijke mate, de goede en de slechte dingen. En ik zei, ik hou van u, ik hou van u en dit ben ik en zo is het. Want al begreep ik het niet, ik wist dat hij gekomen was. En dat het niet anders kon zijn dan zo. Naast me bewoog Dirk in zijn slaap. En ik keek naar hem. En zag hem door opengeschoven gordijnen. En door vuur
en door liefde. Nou, Klaas, dank tot zover. Ik zie dat er een opmerking is gekomen van een deelnemer en die zegt: de tijdbalk is erg verhelderend. Veel dank daarvoor. Dus dat is goed om te horen, denk ik. Dankjewel. Er zijn ook nog twee vragen binnengekomen. En een daarvan is, waarom gaven haar ouders Leie eigenlijk een lege koffer mee? Kun je daar iets over zeggen? In het boek staat er niets over, ook weer niet. Dus je mag daar zelf weer over nadenken. Het kan te maken hebben met een overhaast vlucht vanuit Amsterdam. Of misschien wel hebben ze heel weinig bezittingen vanuit Duitsland meegenomen. Maar je zou ook kunnen zeggen dat die symbool staat voor het lege leven van Leie, van het begin. Ook daarin zeg ik, vul in en als u een betere oplossing weet, zou ik dat prachtig vinden. Dank je. Ja. Ook een leuk onderwerp om nog eens met elkaar te bespreken in de lezing. Ja, natuurlijk. Ja. En nog een andere vraag is, en dat is altijd, vind ik altijd wel een interessante vraag. Wat is nou eigenlijk het thema van het boek? Ik denk dat dat op een aantal manieren te verwoorden valt. Ik had contact met iemand die zegt, is het door liefde weer opkrabbelen? Dat kan, maar dan moet je wel bepalen de liefde voor wie dan. Het andere is, en dat gaf ik aan al, toen ik het over het thema had, het bespreken van het tweede thema ook. Er is altijd hoop, er is altijd verwachting, zelfs nadat de storm geweest is. Dus ook voor de kaalgevreten mens is er hoop, is er verwachting. Dat denk ik, dat mijn antwoord zou kunnen zijn. Ja, nou dat lijkt me een heel, ik vind het zelf in elk geval wel een heel herkenbaar antwoord. Dat het ergens wel een hoopvol boek is. Ja. Misschien tot slot nog even. Het boek won de Bronzen Uil. Ja. Dat is de Belgische Literatuurprijs voor het beste Nederlandstalige debuut. En dan zegt de jury zegt onder andere een boek met een eigen stem en een eigen kleur. Ja. Kun je daar nog iets over zeggen? Dat vind ik wat lastig, want eigen stem, eigen kleur, het zijn criteria van een ander. Ik vind wel dat, en dan zou ik dus moeten concluderen dat als ik het tweede boek van Machteld zou lezen, het boek dat toch moet komen, dat je dat dan met één herkent. En dat weet ik niet precies. Wat ik wel vind, is dat ze op een hele ongelooflijk knappe manier beelden gebruikt om duidelijk te maken wat ze wil zeggen. Dat ze veel beeldspraak gebruikt. Dat het prettig is om te lezen. Ze schrijft het boek niet vol in de zin van dat je niet zelf hoeft na te denken. Ze suggereert ook zaken. Ik vond het fijn om het gelezen te hebben. Ik had over de Bronzen Uil contact met Machteld. Weer een e-mail. En daarin kreeg ik ook een opmerking en die wil ik u ook nog meegeven. Ik beweerde dat Machteld Mem gejokt had over het feit dat zij de moeder niet kende. Dat staat wel in het boek. Alleen daarnaast heb je, het bladzij 101 geloof ik uit mijn hoofd wetend. Daarna komt er een opsomming van zaken van ja, maar
Leie wist alles niet precies meer. Ze was ook heel veel vergeten. Dus wees voorzichtig dat alles wat Leie beweert, ligt de zeef, de rem van haar geheugen en dat wat ze aan kan. Want kinderen kunnen niet alles aan. Die duiden de werkelijkheid op hun eigen wijze. Nou, dat wou ik als toegift nog even zeggen. Ja, nou, dankjewel. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze lezing van Klaas. Ik wil jou heel erg bedanken voor jouw heldere uitleg en voor je inzet om het ook allemaal technisch mogelijk te maken. Dus veel dank daarvoor. Als er nog reacties zijn van deelnemers, dan kan dat via de chat. En anders mag ik mij ook mailen naar tineke.datema@reinbrink.nl. Want we zijn heel benieuwd wat u ervan vond. En ik wens u heel veel succes met uw eigen bespreking. En graag tot de volgende keer. Dank u.